Welkom bij mijn Drive podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van atleten, ondernemers, wetenschappers en artiesten. De gast is Caroline Brouwer. Ze won als eerste vrouwelijke zeilster de zwaarste zeilrace ter wereld, de Volvo Ocean Race. Haalde de wereldtop in het zeilen individueel, maar werd verliefd op het teamwork en de uitdaging van het zeezeilen. Hoe is het op zo'n kleine boot midden op de grote oceaan? En hoe combineert ze haar zware werk met het moederschap? Ze doorstond meerdere stormen in haar leven, maar kwam altijd boven en heeft een neusje voor de juiste wind. Luister en leer van Caroline Brouwer. Caroline Brouwer, leuk dat je hier bent. We zitten bij mij thuis in mijn kantoortje. En we gaan het hebben, nou ja, natuurlijk over zeilen. Een van de beste zeilsters ter wereld zit tegenover mij. Winnares, eerste vrouwelijke winnares van de Volvo Ocean Race. Ik heb het gezien in Den Haag, de finish. Dat was waanzinnig spannend. Misschien wel de meest spannende zeilrace ooit, gaan we het over hebben. Maar even te beginnen over zeilen. Ik kwam al vroeg in aanraking met schaatsen, dat mij greep. Hoe ben jij in aanraking gekomen met zeilen? Ik ben in aanraking gekomen met zeilen via mijn ouders. En dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Er zijn altijd clubwedstrijden. Je moet altijd lid worden van een zeilclub ergens. En wij woonden toen de tijd in Brazilië. In Brazilië? In Brazilië, daar ben ik opgegroeid. Want je bent geboren in Leiden, toch? Ik ben geboren in Leiden. En ik heb mijn eerste levensjaar in Zaïre doorgebracht, in Afrika. En toen zijn we doorverhuisd naar Brazilië. Dus het leven van een globetrotter, dat heb ik al van kinds af aan. Dat zit in een familie, zeg maar. Maar mijn vader, die was geoloog. En die was voor zijn werk uitgezonden naar verschillende landen. Dus in Brazilië kwamen we heel lang terecht. En daar werden mijn ouders, die werden lid van een zeilclub. En die zeilden in een 470. 470 is een klein tweemansbootje. Ja. Dus iemand stuurt, iemand is de schipper. En dan heb je de fokkemaat. Dat is een beetje een zielig woord, vind ik. Maar ja, de bemanning dan. En mijn moeder, die was de bemanning. En mijn vader, die was de schipper, die stuurde. En het kwam niet zo heel vaak voor, maar die lagen een keer derde in zo'n lokale zondagclubwedstrijd. Ja. Stelde niet zoveel voor, maar ze lagen derde. En zo'n 50 meter voor de finish, toen hebben ze een manoeuvre gemaakt, een overstagmanoeuvre. En toen viel mijn moeder uit de boot. En die lag dus in het water. En mijn vader, die stond dus toen voor twee opties. Die kon doorvaren. En dan dus die derde plek veiligstellen. Ja. En dan pas omdraaien en mijn moeder ophalen. Of hij kon stoppen, mijn moeder uit het water vissen en doorvaren. Maar ja, dikke kans dat die derde plek dan geen derde plek meer was. Dus mijn vader, die kiest natuurlijk voor optie 1. Hè? Natuurlijk. Dus die voer door zonder mijn moeder. Hij werd wel derde. Maar toen ging hij mijn moeder ophalen. Het gevolg van het verhaal is dat die boot, die 470, dat tweemansbootje, dat werd verkocht. En ze hebben allebei een laser gekocht. Een laser is een eenmansbootje. En dan gaan ze tegen elkaar varen. Ah, ze dachten, nu is het klaar met... Jouw moeder dacht, ik ga niet meer met jou varen. Het is nog geen echtscheiding geworden. Nee. Ze zijn 45 jaar heel happy getrouwd. Dus maar goed, en dan twee bootjes en dan wedstrijdjes zeilen tegen elkaar. Dat was dus de allerlaatste keer dat mijn vader ooit mijn moeder heeft verslagen in een wedstrijd. Dus dat is altijd wel... Jouw moeder die dacht... Mijn moeder die heeft echt gewoon het gevoel. Iedereen zegt ook altijd van... Nou ja, Caroline die heeft het gevoel voor het zeilen of die neus voor het zeilen. Dat heeft van die zeilgenen heeft ze van de moeder. Ja. En het competitieve, zeg maar. Het altijd willen winnen en... Jouw moeder kon gewoon beter zeilen en jouw vader wilde winnen. Precies. Ja. Ja. En dat kwam en samen. Ik heb een beetje van allebei. In dochter lief. Ja. Oké, maar zij gingen tegen elkaar zeilen in die lasers. En jij dacht, daar spring ik af en toe ook in. Ja, toch kwam dat zeilen bij mij heel erg langzaam. Ik weet nog wel dat ik vroeger... En dat heb ik heel lang volgehouden. Dat ik het heel moeilijk vond om beslissingen te nemen. En dan had ik vriendinnen die... Zeilen, dat doet niemand aan. We voetballen allemaal, of in Nederland hockeyen we, in Brazilië andere dingen. Tot maar hoe lang woonde je eigenlijk in Brazilië? Tot mijn dertiende. Tot je dertiende? Ja, dus ik kwam in de tweede van de middelbare school, kwam ik in Nederland terecht.
En dan in het weekend gaan je vriendinnen, die gaan allemaal shoppen. En of die gaan naar de film. Mm-hmm. Of die hebben dan sleepovers bij elkaar. En ik moest dan altijd gaan zeilen. Dus het was iets een familieding, weet je. In het weekend ga je met elkaar naar de zeilvereniging. Dat deden jullie in Brazilië al. En dat, toen jullie naar Nederland gingen, bleef je dat eigenlijk ook doen. Ja, en ik denk stiekem een beetje in Brazilië is het ook... Een zeilclub is wat dat betreft een veilige locatie. Ja. Hè? Je, als ouders, je kinderen lopen niet op straat. Woonden jullie in een afgeschermde wijk? Niet echt heel erg afgeschermd. Wij woonden gewoon in een straat. En er was in het begin van de straat was er wel een security guard, zeg maar, met een slagboom. Maar ja, niet achter hekken en tralies en allerlei dingen. Dat wij probeerden ons heel erg aan te passen aan het Braziliaanse leven. En dat is ook wel aardig gelukt. Ja. Maar ja, je jonge kinderen op straat laten lopen en bijvoorbeeld gewoon op de bus stappen ergens naartoe, dat zat er niet in, weet je. Dus dan was een zeilclub een veilige leefomgeving. Dus ik denk ook deels daarom kwamen wij dan wel vaak daar terecht. Maar ik weet dat ik altijd wel voor het dilemma stond van ja, maar ik wil ook met mijn vriendin gaan shoppen. En ik wil dat wel gaan doen en ik wil dat. En ik moet zoveel dingen op één dag. En hoe kan ik dat nou allemaal inpassen? En ik weet dat ik daar altijd heel veel moeite, tot aan mijn studententijd heb ik het daar moeite mee gehad. Ja, van waarom valt alles nou in één weekend? Weet je, al die feestjes en al die afspraken en al die wedstrijden. En, combineerde je dat ook met elkaar? Ging je wedstrijden zeilen en daarna feestje af en daarna... Ja, ik heb gestudeerd in Leiden. Ja. Ik heb talen en culturen van Latijns-Amerika gestudeerd. God, verrassend. Ja, precies. Ja, wel heel leuk. Ja, ik ben heel blij dat ik die studie heb gedaan. Ik doe er niks meer mee. Je had al een mooi voorsprong. Ja, precies. En ik weet nog wel. En ik ben lid geworden in Leiden ook. Dus dat eerste jaar van mijn studie. Dat van een studentenvereniging. Klopt. En dus dat eerste jaar van mijn studie, dat was waanzin natuurlijk. Hè? Dat was weinig studeren. Tot diep in de nacht en dan een paar uurtjes slapen. Wel gewoon elke ochtend braaf om 9 uur naar college. Wat heel veel van mijn huisgenoten niet deden. En dan 's middags sporten. Af en toe een beetje tussendoor studeren. En als er dan evenementen of wedstrijden waren of World Cups of trainingsweken, dan gingen de studieboeken, die gingen wel mee. Maar er lag na een week een laagje stof boven. Misschien kennen jullie dat ook wel allemaal. Ja, ik had het geluk dat ik op mijn 17, 18e pas echt begon door te breken. Dus ik heb ook tot die tijd, ik heb nog heel vaak gewoon... dat ik zaterdagavond met vrienden in de kroeg stond. En dan ging er ook gewoon bier in en dan was het ook... En ik heb wel dat hele leven meegemaakt. Daar ben ik eigenlijk wel blij om dat ik wat later pas doorbrak. Omdat ik nooit daarna meer me af heb hoeven vragen van... Oh, hoe was het geweest als ik dat niet had gehad, zeg maar. Ik heb ook gewoon een hele normale jeugd met vrienden en naar de kroeg en meisjes. Dat heb ik allemaal meegemaakt, gelukkig. Pas daarna werd het heel serieus. Was dat voor jou ook? Was het toen al, toen je ging studeren, was het zeilen toen al serieus? Zeilde je toen al op topniveau? Ik denk dat ik toen ik net mijn eerste jaar in Leiden ging studeren, toen was ik net Europees kampioen geworden in de laserklasse. En toen kwam ik ook een week te laat bij de ontgroening. En dat werd me niet in dank afgenomen. Maar ik heb een beetje een vergelijkbaar verhaal als jij. Ik heb wel, zeker mijn eerste jaar ook van mijn studie. Dan ging ik gewoon echt tot diep in de nacht door. En ik had geen tijd om te slapen. Daar kwam het eigenlijk op neer, weet je. Want ik moet als de rest wilde ik ook doen. Dus dat is ook wel een goede training voor later, volgens mij. Schoot het slapen erbij in. En op een gegeven moment kom je na een half jaar kom je jezelf tegen. Want dat hou je natuurlijk niet vol. Nee. En dan ga je een beetje je stramien ga je veranderen. Maar ik kon heel erg goed de knop omzetten. Nee. Ik kon heel erg goed gewoon 2 maanden of 6 weken vol in mijn studie duiken. En in het studentenleven hoorde daar natuurlijk bij. En dan kon ik gewoon echt de knop omzetten. En dan verdween ik voor 2 maanden. En dan ging ik puur zeilen en mij alleen maar daarop richten. Ja. En dan kwam ik weer terug en dan ging de knop weer om. En ik heb dat eigenlijk
vijf en een half jaar heb ik dat zo volgehouden. En toen heb je je studie gehaald en je kon eigenlijk gewoon schakelen altijd wel tussen sport en studie. Ja, en wat ik al zei, die studieboeken gingen wel mee, maar al was het alleen maar het gevoel dat je ze bij had. Ja, 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 gebeurde nooit wat mee. Heb je hard getraind, heb je gegeten en dan denk je, ik ga nu even een stukje lezen. En voor je het weet, ik werd altijd uitgelachen omdat ik gewoon wel vaak gewoon op bed lag met een boek. En dat werkt natuurlijk niet. Nee, dan lag ik te slapen met een boek op mijn hoofd gewoon echt. Ja, precies. En dan lekker tijd, hè, die studie. De tekst zo in je wang gedrukt op een gegeven moment, ja. Maar je hebt het wel gered. Wat was je ambitie als zeilster toen? Tijdens mijn studie, ik was Europees kampioen geworden. In mijn eerste jaar, mijn propeduizenjaar. Welk jaar hebben we het hier over? 92. Ben ik gaan studeren. Ja, en toen in maart 93 werd ik wereldkampioen in Nieuw-Zeeland. En toen had ik zoiets van, dit zou nog wel eens wat kunnen worden. Mm-hmm. Laser ook, hè? Ja, in de laser nog, ja. Maar de laser was toendertijd, maar toendertijd niet olympisch. De klasse van Marit Bouwmeester. Precies. Ja. In dezelfde type, ook laserradiaal. Dus de vrouwenboot, zeg maar, eenmansboot. Maar die was toendertijd niet olympisch. Dat was de Europe-klasse. Hm. Wel echt een heel mooi bootje. Heel leuk bootje. Er zit ook een beetje ontwikkeling in met een carbon mast. En dat was echt heel leuk bootje voor mij. En op een gegeven moment ben ik dus... Ja, mensen komen ook naar je toe van, heb je geen Olympische ambities? Ja, en wat zei je dan? Ja, en ik had echt passie voor het zeilen. Voor mij zeker tijdens mijn studie. En het was niet zozeer voor het zeilen, maar het was voor het water, voor het buitenleven. En het feit dat ik gewoon in de weekenden eigenlijk nooit in het studentenhuis was. Ik was gewoon altijd buiten op de plas of op zee was ik aan het spelen. En dan kwam ik op zondagavond terug. En dan had ik gewoon het hele weekend buiten geweest. Ik had een frisse neus gehaald. Het was alsof de batterijen weer waren opgeladen om de hele week weer in dat studieleven te duiken. Ging jou veel meer dan alleen om winnen, meer om het gevoel om te spelen met de elementen? Of? Ik denk dat zeilen is natuurlijk een hele complexe sport. Hè? Het is van zoveel verschillende factoren afhankelijk. En bij mij was het inderdaad gewoon het strijden tegen de natuurelementen. Geen enkele dag hetzelfde. En dat vind ik leuk, weet je. Elke dag, dan lijkt het hetzelfde. Je gaat naar dezelfde plek toe. Je bootje tuig je op dezelfde manier op en je trekt hetzelfde pak aan en alles lijkt hetzelfde. Maar als je dan helemaal op het water komt, de golfslag is anders, de stroming staat anders, de wind is net even 10 graden vanuit een andere richting. En je tegenstanders zijn anders of gedragen zich anders. Dus je moet je steeds altijd aanpassen aan de veranderende omstandigheden. En dat was voor mij leuk. En ook het feit dat je jezelf altijd moet uitdagen. Want het is bijna onmogelijk, en ik durf te zeggen onmogelijk, om een perfecte race te varen. Je maakt altijd ergens wel een foutje. Als het niet is op tactisch vlak, dan is het technisch. Of dan zat je fysiek even net niet goed met je voet of met je draai. Of het schaatsen zullen jullie dat ook wel kennen. En dan heb je toch altijd hier of daar, kan je toch altijd foutjes ontdekken. En eigenlijk heel frustrerend. Nou nee, want het is juist leuk om eraan te blijven werken. En er is altijd iets wat je kunt verbeteren. Stel je voor dat je over de finish komt en ik heb de perfecte race gevaren. Nou kan ik het wel hoor, nou is het goed geweest. Ja. Nee, je bent altijd op zoek naar, je bent altijd aan het groeien. Zeilen is een oneindige sport, weet je. Het is nooit afgelopen. Je kunt altijd blijven leren en altijd blijven groeien. Er is altijd wel iets wat je kunt verbeteren. Omdat het van zoveel verschillende factoren afhankelijk is. En ik denk dat zeker nu ook. Mm. Ja, ik heb 3 Olympische Spelen gedaan. Ik heb mijn 3e Volvo Ocean Race gedaan. Ik heb nu de Volvo Ocean Race gewonnen. Zou je kunnen zeggen, wat wil je nou nog meer? Ja. Maar het einde is er nog niet. Weet je blijft je hele leven zelfs. Ja, ik blijf mijn hele leven zelfs tot ik erbij neerval. Weet je, tot mijn lichaam zegt van kan ik niet meer van de kade op de boot stappen. Tot op de laatste dag dat je met je rolstoel misschien nog naar de boot wordt gedragen. Dan tot die dag. Ja, dat kan. En dat is ook het leuke van zeilen. Je kunt het blijven doen. Weet je, op een gegeven moment op Olympisch niveau
dan houdt het misschien, op een gegeven moment is daar wel een limiet aan, ja, natuurlijk, en vooral fysiek. Maar op jachten, ja, je kunt heel niet op Volvo Ocean Race niveau, maar nee. Je kunt wel lang door blijven zeilen. Maar heel even terug naar die Olympische Spelen. Jij zegt, winnen was voor jou minder belangrijk. Maar je zei net, hè, dat heb je dan van je vader. Als je naar een wedstrijdje meedoet, wil jij winnen. En ja, wat in de sportwereld en ook in de zeilwereld wel het hoogst haalbare is, is toch die Olympische plak en het liefst die Olympische gouden plak. Dus ik neem aan dat jij daar toch wel mee bezig was, enigszins, toch? Ja, zeker. Ongetwijfeld. En ik heb best wel een moeilijke, een Olympische carrière. Mm. Een beetje een rollercoaster is het geweest. Ja, want je won een hele belangrijke prijs in 1998, volgens mij. Hè? De World Sailor of the Year Award. Klopt. Daar weet je, wereldkampioen, Europees kampioen. Jij was, die prijs krijg je niet voor niks. En dan kijk ik vooruit vanaf zo'n prijs. En dan zie je 2000, toch? De Olympische Spelen. Klopt. Sydney. Ja. Daar had jij je zin op gezet, neem ik aan. Ja, zeker. En nog even terugkomen op 98. Want inderdaad, ik won toen dat jaar alles wat er te winnen viel. Mm-hmm. En ik ben ook in dat jaar afgestudeerd. En toen, de enige die ik eigenlijk een beetje moest overtuigen was mijn vader. Dat ik, mijn vader die dacht, die is afgestudeerd. En die kan leuk een baan krijgen. Precies. En de achtergrond met Brazilië en Zuid-Amerika was natuurlijk, werd toch nog gezien als een derde wereld continent, alle landen. En er was natuurlijk wel heel veel, er zat een mooie toekomst voor die landen. Dus genoeg bedrijven die daar wilden investeren. Dus die zag dat wel zitten. En die was in die zin competitief, van maar meer naar het carrière bestaan. Mm-hmm. En ik heb toen... Kan ik me ook iets bij voorstellen als ouder? Ja, zo ongeveer toestemming moeten vragen aan mijn vader. Van kijk, ik heb nou dit allemaal gehaald. En dan word je dus aan het einde van het jaar bekroond als World Sailor of the Year. Ik ben afgestudeerd. Ik ga nu een jaar vol voor het zeilen. Alles eraan doen om de beste van de wereld te worden. En dat ben ik toen gaan doen. En toen kwam ik... Die ken je misschien ook wel. Toen kwam ik Margriet Matthijssen tegen. Mm-hmm. Margriet Matthijssen zat in dezelfde discipline, de Europe-klasse toen der tijd. Ja. En wij waren nummers 1 en 2 van de wereld. Maar er mag er maar één naar de Olympische Spelen. Dat is het harde van het zeilen. Hè? Dat is het nog steeds. Dat je maar één plek hebt voor Nederland om naar de Olympische Spelen te gaan. Kun je nagaan als dat in het schaatsen zo zou zijn? Ja, precies. Hoe hard dat is, hè? Dat beseffen mensen denk ik zich niet. Hè? Je ziet op de Olympische Spelen dan... Een zeilkampioen, een medaille winnen. Hè? Nou, Marit Bouwmeester is een heel mooi voorbeeld. Gouden medaille. Maar je hebt een jong talent als een Maxime Jonker. Die blijven achter. En die krijgen misschien wel nooit een kans. Zelfde Dorian van Rijsselbergen, Kieran Badloe. Dat zijn de nummer 1 en 2 van de wereld. Klopt. Heftig. Ja, heel heftig. En je moet ook die knop omzetten in je hoofd. Want op een gegeven moment, ik verloor dus in 1999 de selecties, de nationale selecties tegen Margriet. En ik was toendertijd nog eerste, stond ik op de wereldranglijst, zij tweede. En de nummer 2 mocht gaan en ik moest thuis blijven. En ik moest eigenlijk plaatsmaken voor misschien iemand van de Fiji-eilanden die 298ste stond op de wereldreis. Ja. Daar maakte ik plaats voor. Oh. En dat is heel zuur is dat. Aan de andere kant, je weet dat het bij het zeilen hoort. Ja, oké, dat snap ik. Maar ik weet hoe het voelt om een Olympische Spelen te missen. Precies. Dat is, je kan het rationeel verklaren. Je weet dat het bij de sport hoort. Maar dat moet ontzettend veel pijn doen, toch? Ja, het is super heftig. Want aan de ene kant... Margriet die kwam terug met een zilveren medaille. Ja. En in Sydney. En dan... Het doet je verder niet zoveel. Je denkt van, we hebben in ieder geval elkaar wel naar een hoger niveau geholpen. Ja, maar als ik daar had gestaan, ik had gewoon hier een gouden medaille kunnen winnen. Nou dat gaat wel door je heen. Ja. Maar je moet jezelf er wel overheen zetten. Bij mij, ik schakelde toen heel snel door. Het Watersportverbond stond er ook achter. Ze hadden ook bewuste selecties heel vroeg gehouden. Dus in het jaar voor de Spelen al. Omdat ze in de 470-klasse toendertijd geen vrouwendeelname hadden nog voor Nederland. En ze dachten, afvaller die kan mooi doorstromen. Precies, dus alles werd mij aangeboden. Boten, alles. Ik moest een zeilmaatje vinden.
En ja, het was alsof die ook in de rij stonden, zeg maar. En, maar ja, je hebt maar 9 maanden voorbereiding naar de Olympische Spelen toe. Ja, waar heb je het dan over? Ja. Dat weten we allemaal. Dat ga je niet redden. Nee. Dus we hebben wel de selecties toen afgedwongen in Nederland. Want ook toen moesten we weer selecties gaan varen. Er kwamen toch wel wat teams op. En die hebben we gewonnen. En dat werd nog een rechtszaak. Weet ik nog heel goed. En ja, toen lijkt wel schaatsen. Ja, het gebeurt in elke sport tegenwoordig. En toen mochten wij naar de Olympische Spelen. Maar ja, je weet dat een Olympische plak, dat het niet realistisch is. Nee. En daar moet je je bij neerleggen. En ja, het werden mijn eerste Olympische Spelen. En dan heb je zoiets van, ja goed... in Sydney. En dat is toch een mooie locatie. Ja. En daar ga je dan heen. Maar je weet dat je er niet heen gaat voor een medaille. En ja, dat blijft wel... Hoeveelste werden jullie? Wij werden 11e, denk ik, in Sydney. Ja, mooi dat je dat ook niet precies weet. Hè? Ja. Ja, doet je niet zoveel. Nee, daar heb je niks aan. Nee. 4e, 5e heb je al eigenlijk helemaal geen reet aan. Nee, natuurlijk. Nee, 4e is helemaal precies, je kan al beter 30ste worden dan 4e vaak. Ja. Dat is helemaal verschrikkelijk. Dat was jouw eerste Olympische ervaring. Daarna ben je vrij snel wel de Volvo Ocean Race gaan varen. Klopt. Toen werd ik in 2001, dus het jaar na de Spelen, werd ik gebeld. Er was iemand die 2 etappes niet kon varen op de vrouwenboot. Het was een vrouwenboot toen. En toen hadden ze mijn naam ergens gelezen. Of het meisje die 2 etappes niet kon doen, die kende mij. Ja. En die zei, jullie moeten Caroline eens bellen. En heel toevallig, er zat iets achter, denk ik. Want het waren de 2 Zuidelijke Oceaan-etappes die zij niet kon doen in verband met andere commitments. Mm-hmm. Maar het was wel heel toevallig dat het 2 Zuidelijke Oceaan-etappes waren. En ik had nog nooit... Waarom? Omdat dat de zwaarste etappes waren? Zijn de zwaarste etappes, zijn de meest extreme etappes. Worden ook gezien als de meest gevaarlijke etappes. Je moet je voorstellen... Zij hadden iemand op een boot zitten die dacht van, nou, dat... Is me net iets te link. Ja, nou, ik wil die wereld wel rond. Ja. Maar ik wil niet naar 60 graden zuid en tussen de ijsbergen slalommen. Dat hoef niet mijn leven per se op het spel te zetten. Ja, nou ja, goed. Ja, dat in een bepaalde zin is zo dat wel zo. Zo heftig kan het zijn, toch? Zo heftig kan het zijn, inderdaad. In welke staat was jij na de Olympische Spelen? Je wordt gevraagd van Volvo Ocean Race, maar heb je... Ik kan me iets bij voorstellen, vanuit mezelf geredeneerd, dat je echt iets zo hebt van dikke middelvinger, hele wereld. Ik weet het even niet meer. Ik kijk wel... Ja, bij mij, mijn gevoel na de Spelen was, ik heb nog een appeltje te schillen. Ja. Dat was mijn gevoel heel sterk. En ik wist dat ik in Athene wilde terugkomen. Mm. Maar het zeilen, waar we het net over hadden, het is een hele complexe sport. Het is een hele brede sport. Dus ik wilde mezelf niet alleen, maar ik wilde niet alleen bij de kleine bootjes houden. Ik wilde me oriënteren op andere vlakken binnen het zeilen. En daar is dus de grote botenwereld daar één van. Dus deze kwam eigenlijk als geroepen, deze vraag? Eigenlijk wel. En het is een soort break, maar even ertussen uitstappen. Dat willen we allemaal. Na de Olympische Spelen wel even eruit. Maar ik bleef wel binnen het zeilen. En ik zocht zeg maar... Ja, toch te blijven groeien in de sport, maar op een ander gebied. Mm. En het leuke daarvan, en dat heb ik toen echt ontdekt, is het zeilen in teamverband. Kijken wij Olympische Spelen, dan heb je het ook over een team. Je hebt je begeleidingsteam, je zit misschien met één nog een maatje in de boot. Dat is heel wat anders dan dat je... Eigenlijk hetzelfde wat je in je eentje doet op een klein bootje... moet je opeens op zo'n groot jacht met 10 man doen. En dat als een geoliede machine over het water laten gaan. Dus het sturen doe je niet meer zelf. Het trimmen van de boot. Alle verschillende facetten van het zeilen... die komen eigenlijk... die moet je... Je bent maar een onderdeel van de puzzel, zeg maar. Ja. En met elkaar moet je zeg maar die puzzel compleet zien te krijgen. Ja. Het wordt eigenlijk nog complexer. Want er precies, komt ook nog communicatie tussen teamgenoten. Teamwork en communicatie. En op jachten, en zeker de Volvo Ocean Race, draait daar alles om. Dan zit je op een boot met alleen maar vrouwen. Waar je op meevaart, totaal nieuw voor jou. Hoe was dat? Wat leerde je? Nam je daaruit mee? Nou, ik heb met 12 meiden in een studentenhuis gewoond. Dus ik was er al een beetje op voorbereid. Maar ja, moet je leren. Maar het
teamverband, dat vond ik zo gaaf. En toen dacht ik echt bij mezelf, ik ben echt een teamplayer, ben ik. En ik moest dat ook wel leren. Want ja, eigenlijk ben je maar een beetje een egoïstische, Olympische zeiler die hier aan ik wil boord... goud, het gaat om mij. Ja, en ja, dan moet je gewoon... Ja, op een gegeven moment, je bent maar een klein onderdeel van het geheel. En ja, ik vond het wel boeiend om dat samen, zeg maar, een doel te hebben. En samen dat doel te bereiken. Mm-hmm. En ja, dat ben ik dus steeds meer gaan doen. Dus ik werd in die eerste Volvo Ocean Race werd ik echt voor de leeuwen gegooid. Ja. Want ik had nog helemaal geen offshore ervaring. Zoals had je zeggen. Überhaupt had, wel eens in over een groot oceaan gezet? Ik had één nachtje een keer op zee gezeten. Echt? En, voor de rest... Ja, toen ik zeg... Ik moest natuurlijk wel... Het zijn selecties die je moet doen. Dus ja. Je wordt gevraagd. Maar goed, je moet in het team passen. Door een soort sollicitatieprocedure. Ja, je moet wel een beetje laten zien dat je ook wat kan. En toen zaten we de eerste nacht op zee. We moesten de boot varen van Spanje naar Engeland. En ik en de eerste nacht op zee, toen vroeg de schipper aan mij van... hoeveel mijlen heb je gevaren? En ik zei, ik denk deze 200 mijl dat we nu weg zijn gevaren in Spanje. En dit is mijn eerste nacht op zee. Nou, die kon haar oren niet geloven. Maar goed, ik werd uiteindelijk toch gekozen om... Zeilen kon je natuurlijk. Precies. En eigenlijk is het heel goed om als kleine bootjeszeiler... heb je echt leer je varen op gevoel. Mm. En je hebt niet al die instrumenten en zoveel hulp van elektronica en software. En je zit op dat bootje en het is het gevoel wat jij met dat bootje hebt. En het gevoel en die neus die je hebt voor het water, voor de wind en... Ja, want zei eerst, jij vond het eerst moeilijk keuzes te maken. Volgens mij, als je het nu zo vertaalt, als je vaart op gevoel, volgens mij dat is alleen maar keuzes maken, toch? Zelf je richting bepalen. Ja, maar daarin ben ik echt, als Caroline op het water is, dan is dat wel een andere Caroline. Ja? En dan ga ik gewoon echt mijn neus achterna en dan gebeurt alles op intuïtie. En dan zijn echt monumentenbeslissingen, daar heb ik echt geen moeite mee. Dat gebeurt gewoon. Maar wat is het dan? Op het land ben ik echt een rationeel mens. Ja. Ja? Ja, ik moet ook echt niet... mijn gezicht bedekken met iets. Ik moet echt die wind op mijn wangen voelen en op mijn neus voelen. En daar reageer je op. Als je echt iets voelt al, of je ziet iets, een glinstering op het water, een golf. Ja, en omdat je natuurlijk die instrumenten niet hebt, leer je om je heen kijken. Je leert naar de lucht kijken, naar de wolken kijken. Wolken zeggen heel erg veel over de wind, over de omstandigheden. En je leert naar het water kijken en je gaat naar de golven kijken. Die grote botenzeilers, als je echt van kinds af aan op een jacht... leert zeilen, dan kijk je heel vaak naar de mast en dan staan er allemaal van die nummertjes en daar leer je op varen. Ja. Maar dat is niet zozeer het varen op gevoel. Nee, en dat is ik mocht meevaren op Team Brunel de boot met bouwen en ik heb de metertjes gezien aan de mast. Ja. Inderdaad, daar heb ik me aan vastgehouden, want ik heb echt helemaal geen gevoel met water, heel klein beetje met kitesurfen nu, maar het lijkt me zo fascinerend als je dat kan en doet. En dat je dat is zo'n fingerspitzengevoel wat ik alleen maar in de schaatsen herken natuurlijk. Omdat dat mijn professie is geweest. En dat je dat zo perfectioneert. Dat je ieder klein millimetertje afwijking helemaal voelt. Maar dan voel je dat. En dan zit je op een laserbootje. Een klein bootje. Maar dan zit je in één keer op een grote oceaan. Hoe pas je dat toe dan? Nou, ik heb ook echt de eerste paar nachten had ik het gevoel dat ik echt mijn naam aan het schrijven was op de oceaan. Zeg maar dat ik echt rondjes aan het draaien was. Omdat ze me dus probeerden te leren op die nummertjes op de mast te varen. En 's nachts is het allermoeilijkste, want dan zie je natuurlijk het water niet. Dan zie je niet, zie je eigenlijk niet wat er voor je gebeurt. En dan heeft het geen zin om je heen te kijken, want het is te donker. En dan moet je wel leren op die nummertjes te varen. Maar wat ik echt heb, denk ik, bijgedragen als kleine bootjeszeiler op zo'n grote boot, is dat je op een gegeven moment wel echt... Je voelt het door je voeten heen aan het dek. Je voelt het door het stuurwiel. Overal heb je... volg je neus, zeg maar. Heb je gewoon dat gevoel. En soms dan zegt zo'n navigator, die zegt... ja, we moeten deze koers varen. En dan ga je 5 graden lager of 5 graden hoger. En dan gaat die boot opeens 1,5 knoop harder.
En ja, dat zijn dingen die je als gevoelszeiler meebrengt op zo'n jacht. Als je altijd maar naar die cijfers hebt gekeken en dat gevoel niet hebt, ja, dan volg je die koers die de navigator je heeft gegeven. Maar als je een beetje met die boot gaat spelen op de golven en dan ontdekt van ja, als ik hier nou even net een stukje van de koers af, dan gaat die boot wel anderhalve knoop harder. Ja, is dat je moet dan altijd wel vragen of dat de mogelijkheid is. Maar ja, dat zijn de dingen die je meebrengt. En ja, is dat ook jouw kracht? Wat is jouw kracht als zeiler? Ja, ik denk echt inderdaad de gevoelszeiler. En ik denk gewoon ja, de teamplayer. Dat ik het echt superleuk vind om een deeltje te zijn van die puzzel. Want neem ons even mee, dat vind ik heel fascinerend. Wat je zegt, je zit op een boot, je zit midden op de grote oceaan. Jullie gaan van Nieuw-Zeeland. Hè? Je hebt 2 Volvo Ocean races daarna nog gedaan. De laatste met Dongfeng, die jullie winnend afsloten. Prachtig. Neem ons even mee als we even naar die laatste Volvo Ocean race gaan. Je zit op de grote oceaan. De golven van 15 meter, ijskoud. Je moet van alles in de gaten houden. Inmiddels heb je heel veel ervaring, ook als zeezeilster. Neem ons even, hoe voelt dat? Wat doe je? Waar let je op? Wat gebeurt er op zo'n boot? Het is natuurlijk heel moeilijk te beschrijven wat wij meemaken. Er zijn niet zoveel mensen die daar in die Zuidelijke Oceaan in die omstandigheden terechtkomen. Maar ik probeer het altijd voor een leek dan te vergelijken met skiën. De meeste Nederlanders hebben toch wel wat skiervaring. En dan dat je dus, het heeft goed gesneeuwd 's nachts. En de volgende ochtend, die pistes die zijn mooi geprepareerd. En je staat als eerste bovenaan zo'n mooie zwarte piste. En je lanceert je van die berg af. En dat gevoel, dat hebben wij als zeilers in de Zuidelijke Oceaan. De omstandigheden in de Zuidelijke Oceaan, die vind je nergens anders op de wereld. En want? Wat zijn die omstandigheden? Het zijn, ja, eigenlijk moet je het zien als, het zijn allemaal lage druk. Daarom gaan we ook zo ver zuidelijk. Omdat alle lage druksystemen, die lopen daar, die gaan daar van west naar oost. En je moet het zien alsof je je inhaakt aan zo'n lage druksysteem. En je vaart mee. En als je de wind echt op. Als je dat goed doet, dan kom je dus echt in waanzinnig mooie omstandigheden terecht. Constante wind. Ik wou net zeggen, waanzinnig mooie omstandigheden. Ik kijk nu even naar buiten, dan schijnt een zonnetje. Ja, iets meer wind vind ik leuk, dan kan kitesurfen. Maar dit vind ik mooie omstandigheden. Dat bedoel jij niet, denk ik. Nee, zeker niet. Nee, dan heb ik het over 10 meter hoge golven en 30 knopen wind. Ja, dat is een soort windkracht 6, 7. Maar een constante wind, mooie rollers, mooie golven. En dan ben je aan het sturen. En dan zit je bovenop zo'n golf. En dan weet je dat die boot er zo meteen vanaf gaat denderen. En dat je soms 30 knopen snelheid haalt als je op zo'n golf zit. Ja, dat zijn gewoon heerlijke momenten. Dat beschrijft een skier dan als het skiën van een zwarte piste af. En ja, dat is voor ons in het zeilen. Ik zeg altijd als het in het zuiden, daar in de Zuidelijke Oceaan, 28 graden is en het water is 28 graden, dan zou iedere zeilliefhebber daar op vakantie gaan. Omdat het zulke mooie omstandigheden zijn. Maar ja, het is nou helemaal grijs en heel erg koud. Wat is heel erg koud? Ik denk nu in de afgelopen race viel het nog mee. Is watertemperatuur zo 4, 5 graden. En luchttemperatuur soms 2, 3 graden. Dat is het koudste wat we hebben meegemaakt. Ja, dat is wel een goede winter in Nederland. Ik wou net zeggen, dan heb je gewoon ijspegels bijna aan je oren hangen. Maar jullie mogen niet veel verder dan een bepaalde lijn, toch? Anders kom je echt tussen de ijsgotsen. Klopt. En 15 jaar geleden, dus mijn allereerste Volvo Ocean Race, toen slalomden wij tussen ijsbergen. Wij slalomden tussen gebouwen van ijs. En dat gebeurt nu niet meer. Hoe was dat? Eng. Ja. Maar wel heel erg gaaf. Ik bedoel, ook weer iets wat je gewoon nooit in je leven zult meemaken. De natuur is daar zo mooi. En ook weer, een dag is nooit hetzelfde. Wij hebben een wachtsysteem van 4 uur op, 4 uur af. En dan heb je 4 uur gerust en dan kom je 4 uur later weer aan dek. En dan is het toch weer anders dan het de 4 uur daarvoor was. Slaap je in die 4 uur ook? Ik denk dat als je 2,5 uur
kunt slapen van die 4 uur dat je wacht af hebt, dan heb je het goed gedaan. Dus je hebt op 24 mm-hmm. uur dus een hele onderbroken slaap. Maar je kunt in principe toch wel 6, misschien 7 uur halen. Op een dag. Op een dag. En dat hangt er natuurlijk vanaf ook waar je bent. In de Zuidelijke Oceaan, kost het aankleden en het uitkleden alleen al 1/2 uur. Jee. En dan moet je voorstellen, dan moet je nog naar het toilet en dan moet je nog eten. En die boot, het is je huis. Dus die boot die moet natuurlijk ook onderhouden worden. Ja. Die moet schoongehouden worden. Je zegt naar het toilet. Je hebt gewoon een soort chemisch toilet op de boot? Of? Ja, we hebben een toilet, een normaal toilet. Dat wordt dus gewoon dan in de zee gepompt. Ja. Dat is een toilet wat gelukkig wel meebeweegt met de helling van de boot. Anders kan je nog wel wat aardige ongelukken krijgen. Die ongelukken die gebeuren dus alsnog. Je moet je voorstellen dat je thuis is makkelijk. Alles is heel erg stabiel en staat stil. Maar op zo'n boot, het is bijna alsof je in een wasmachine zit af en toe. Je zit in een wasmachine, je moet je pak aantrekken, je moet nog naar de wc. Je moet nog wat eten tussendoor. Ja, wat? Klopt. Wat eet je? Nou, mijn dieet dit keer met de Volvo Ocean Race, dat kwam uit op ongeveer 5000 à 6000 kilocalorieën per 24 uur. Dus jee. Ik had het gevoel dat ik echt constant aan het eten was. Ik wou net zeggen, dat is wat professionele wielrenners eten. Ja, en dat heeft deels te maken ook met de energie die je kwijtraakt, dus je output. Maar ook omdat je te weinig slaapt, is eigenlijk je eten is je body fuel. Je eten is je diesel. Daar haal je je energie uit. Want je slaapt niet genoeg, dus je herstelt niet genoeg. Het is koud, denk ik. En het is koud, dus dat vreet ook heel veel energie. Mm. En wij eten dan gevriesdroog voedsel. Dus weet je, het stelt niet zo heel erg veel voor. Ja. Op een gegeven moment smaakt ook alles hetzelfde. Maar het is een soort astronautenvoer. Het is een poeder eigenlijk, dat vacuüm verpakt is. Want alles moet natuurlijk heel licht zijn. We hebben geen koelkast aan boord. We kunnen niks vers houden. Dus dat doe je dan in een potje. En daar giet je heet water bij. En roeren en een kwartiertje later dan is je maaltijd klaar. Maar goed, daar zit wel 1000 kilocalorieën in. Dus daar eet je er 3 van per dag. En dan is het gewoon de ene proteïnebar, eiwitbar, heel veel gedroogd fruit en noten. Mm-hmm. Dat neem je ook soms mee aan dek, hè? Een bar of iets. Mm-hmm. Je bent eigenlijk, ik had het gevoel dat ik eigenlijk constant aan het eten was. Als je wakker bent, eet je. Je wordt wakker, het eerste wat je doet is eten. Je komt van wacht af, het eerste doet wat je eet. Aan dek soms tussendoor, als je een moment hebt, eet je. Dus ja. En dan sta je aan dek en dan ga je op die golf, hè, dat gevoel van die zwarte piste, dat ken ik wel. Lijkt me een heerlijk gevoel trouwens. En je wil gas geven, je dondert van zo'n golf af. Is het eigenlijk steeds balanceren op het grensje van wat nog net kan? Hè? Wanneer beslis je van, ik zit hier, hier moeten we even een stapje terug doen? Of moeten we nog meer storm op gaan zoeken? Klopt, en dat is eigenlijk heel erg interessant, want wij zijn natuurlijk altijd de grens aan het opzoeken. Hmm. En je wilt er niet overheen, want dan gaat de boel kapot. Of jezelf, of de boot. De onderdelen van de boot. Maar we zijn wel constant die grens aan het opzoeken. En eigenlijk dat is het leuke van een goede schipper. Is die boot hard pushen met z'n allen, dat is niet zo moeilijk. Dat kunnen we allemaal wel. Zeker nu de boten waren dus one design. Dus de boten waren allemaal identiek. Dus het komt echt aan op de bemanning, op de skills van de bemanning. Degene die wint. Je moet gewoon harder en slimmer varen dan je tegenstanders. En aan het materiaal, zeg maar, ligt het niet. Je kunt niet het materiaal de schuld geven. Nee. Dus dat is... En daardoor was die race heel erg close. Nou, we hebben het allemaal meegemaakt in Den Haag. Maar... je komt dus aan dek en je hebt gewoon heel vaak, zit je op de wijde oceaan, maar je hebt heel vaak gewoon boot in zicht, je tegenstanders in zicht. En dan heb je 1 of 2, soms 3 boten in zicht. Ja, dan ga je vanzelf harder pushen natuurlijk. Nou, zeggen. Als wij die ene golf wel pakken en zij niet, dan hebben we weer een paar meter gewonnen. En zo ben je constant bezig. Maar tegelijkertijd, zeker in de Zuidelijke Oceaan, waar je zo ver bent van enige vorm van rescue. Er komen daar geen vliegtuigen, er komen daar geen helikopters, er komen geen schepen, niks komt daar. Wij varen daar gewoon met 7 Volvo Ocean Race boten en verder is er niks. Dus je bent aangewezen op elkaar en eigenlijk op je tegenstanders mocht er iets gebeuren. En op dat soort momenten, en dat maakt echt een goede schipper, is wanneer weet je een stapje terug te nemen, even gas terug te nemen.
Wanneer wordt het te gevaarlijk? Wanneer breng je je bemanning in gevaar of je boot in gevaar? En durf je even te zeggen van oké, en nu even gas terug mensen, want dit wordt te gevaarlijk. En dat maakt eigenlijk een goede schipper om op het juiste moment die beslissingen te kunnen nemen. David, die neemt ook die beslissing. Met het hele team ben je afhankelijk van wat hij dan op dat moment zegt. Ja, klopt. Wij hebben wel, het is een soort samenspel natuurlijk. Uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij de schipper. Maar we hebben wel twee wachtleiders. Dus elke wacht van 4 uur heeft een wachtleider. En dat moet je een beetje zien als de directeuren van het orkest, zeg maar. Die hebben de regie als ze aan dek zijn. En die nemen de beslissingen. En dat dan in overleg met de schipper. Maar goed, de schipper die moet ook rusten. Die moet ook zijn slaap pakken. Dus ja, als die op een gegeven moment even slaapt, dan moet je met elkaar aan dek. De beslissing maken, de call maken. De beslissing maken. Gewoon, we gaan nu even niet die storm opzoeken, maar we consolideren. Ja, en dat is natuurlijk iets. Kijk, zeilen is ook een sport waarbij je moet anticiperen. Mm. En dat is ook een hele grote kracht van een team. Als je dus goed kunt anticiperen op het weer wat er komen gaat, op de omstandigheden. Hoe anticipeer je op bijvoorbeeld verlies? Hè? John Fisher die sloeg overboord tijdens die grote oceaanlek. Ik denk niet dat wij daar hier aan wal een voorstelling van hebben, hoe heftig dat is en hoe moeilijk dat is. Ik heb er met een aantal zeilers over gesproken om zo iemand terug te vinden. Dat lijkt me heel heftig. Hoe anticipeer je daarop? Hoe was dat voor jullie toen dat nieuws binnenkwam? Nou ja, dat is nou net iets waar je natuurlijk niet op kunt anticiperen. Nee. Dat het is bijna, soms zeg je, het hoort bij de race. Wij zoeken natuurlijk de gevaren wel een beetje op. Het is en blijft een extreme sport. Dus je bent, wij maken hele goede afspraken met elkaar. Die etappe waar het gebeurde is dus een van de Zuidelijke Oceaan-etappes van Nieuw-Zeeland naar Brazilië. En toch, als je dan in Nieuw-Zeeland bent, in Auckland, in voorbereiding op die etappe, dan zijn je de briefings met elkaar, de besprekingen die je hebt met elkaar, die zijn net even anders. Het gaat iets minder over we gaan winnen, we gaan heel hard pushen en we gaan als eerste in Brazilië aankomen. Dat wil je natuurlijk wel. Het doel blijft altijd winnen. Maar veiligheid staat voorop tijdens zo'n etappe. Vooral die etappes. Dat jullie allemaal weten, dit is de meest heftige die gaat komen nu. Klopt. En omdat er dus die rescue niet is. Nee. Weet je, als jij halverwege de etappe bent van Nieuw-Zeeland naar Brazilië, dan ben je 2500 mijl van het stukje land in Nieuw-Zeeland en het Zuid-Amerikaanse continent. Eigenlijk weet je, als je overboord slaat daar op die grote oceaan, dan is het gewoon klaar. Ja, dat is einde. Ja. Jee. En eigenlijk zeil jij gewoon op een... vliegtuig waar je af kan vallen en dan is het gewoon gebeurd. Ja, maar we zijn natuurlijk aangelijnd. Ja. En wij kunnen natuurlijk terugkomen op het verhaal van John Fisher. Was hij aangelijnd, was hij niet aangelijnd? Daar hebben we nu allemaal niks meer aan. En maar naar dat moment in die boot? Ja, ik weet het nog heel erg goed. Dit is natuurlijk wel iets wat je nooit vergeet. Ik was aan dek, ik was aan wacht. Samen met Jack en Daryl. We waren met z'n drieën maar aan dek. En toen kwam dus Charles, die door de omstandigheden kon hij niet aan dek komen, maar die onze schipper, die kreeg het nieuws in het navigatiestation beneden, dus in de boot. En dan steekt hij zijn hoofd even uit de hatch, dus uit de ingang van de boot, zeg maar. En brult hij in feite dat naar ons toe. En wat brult, wat voor termen gaan er dan door de, over het schip? De 6 woorden zei hij. Er is op een man overboord, een mob, zoals we dat noemen, op Scallywag. En dat is eigenlijk het enige wat hij zei. En dan weten jullie eigenlijk wel hoe laat het is. Precies, want even later komt hij weer en dan zegt hij, ze zijn een search rescue begonnen. Maar het maakt niet uit hoe lang je zoekt. Nee. Je gaat hem niet terugvinden. Nee. Je weet eigenlijk, als je hoort, er is iemand overboord gegaan. Wij wisten zelf in wat voor omstandigheden. We zaten in hele heftige omstandigheden. Ja, leg eens uit. Kun je dat uitleggen? Hoe moeilijk, want ik heb mensen gesproken. Ja, je hebt toch een trekker of je hebt toch iets om. Hoezo kun je iemand niet terugvinden als je van een boot valt? Ik had het daarnet er al over 10 meter hoge golven. Het gebeurde ook nog 's nachts.
hele harde wind. Als er iets in het water valt, je ziet het niet. Je bent het zo snel kwijt. Bovendien gaat de boot ook nog eens 25 knopen, 30 knopen. Dus dan heb je het over 50, 55 kilometer per uur. En dan ben je over van die golven af aan het surfen. Nou ja, dan ben je die persoon of wat er dan ook in het water is gevallen, ben je kwijt. Ja. En nou ja, de procedure is dus om meteen alles... we hebben een MOB emergency button. Dat zit dus bij de stuurman. Mm-hmm. Die drukt dan dat in. En dan gaat dus op het computerscherm overal gaan dus alle alarmen af. En je gooit alles overboord wat je maar overboord kan gooien. Alle de horseshoe dus, en de John Boy. Dat zijn alle beveiligheids... Zodat iemand zich ergens aan vast kan pakken mocht iemand er nog pakken. Precies, maar kunnen. Ook om... te helpen lokaliseren, weet je? Want er ligt meer. Er ligt niet alleen zo'n donker poppetje in het water. Er ligt gewoon nog van alles. Maar het was bij hun midden in de nacht. En zij voerden echt... Zij lagen toen al 250 mijl achter ons. Mm. Dus waar ik het net over had... Dus heb je dat lage druksysteem. Daar zaten wij net voor. Mm. Als je ervoor zit, dan heb je hele mooie... constante, stabiele omstandigheden... Mm. Als je daarachter zit, dan is het hel. Dan zit je in een soort wasmachine. En dat is echt de meest verschrikkelijke omstandigheden. En dan heb ik het over 40 knopen, soms 45 knopen. En midden in de nacht. En dan zie je gewoon niks. Ja. Dus dan weet je eigenlijk van... Als iemand in die omstandigheden overboord gaat... dus de kans dat je hem terugvindt is gewoon... Sowieso hou je het niet vol, want het water is 3-4 graden. Ja. Dus je hebt dan wel, je bent erop gekleed. Je hebt een survival suit, zoals ze dat noemen. Maar, Je hebt, hoe lang heb je? Precies. Je hebt, ik denk 20 minuten, max. En sowieso moet je inbeelden, je bent dus heel hard met de wind mee aan het varen, van die golven af aan het denderen. Dan moet je dus de zeilen oprollen, de zeilen weghalen om terug te draaien, om tegen de wind in te kunnen varen. Tegenwind, dat kun je ook niet zomaar doen. Moet je moet opletten dat je natuurlijk niet nog meer ongelukken krijgt, terwijl je dat aan het doen bent. Je moet je eigen boot beschermen. Precies, de rest van je bemanning. Ja. En tegen de tijd dat je teruggedraaid hebt in die omstandigheden, je mag dan natuurlijk de motor aanzetten enzovoort, alle maatregelen die je kan nemen, die mag je dan natuurlijk, moet je op dat moment nemen. Maar realistisch gezien, de tijd dat je terug bent en als je het snel hebt gedaan, ben je daar in 40, 45 minuten. Ja, ik sta er al even versteld van af en toe. Ik ben dan een beginnend kitesurfer, maar ik ben dan, als de hoge golven zijn en de wind staat hard, dan raak ik mijn bord nog wel eens kwijt. En dan sta ik er altijd versteld van, hoe heb je gewoon een bord? Mijn bord is wit met groen, zou je zeggen, kun je goed zien. Als die één golf verder is en je kan zelf iets aan je kite trekken om het overzicht te halen. Je ziet het niet. Je ziet hem niet meer. En hij drijft weg met een stroming. Ik heb wel eens gehad dat ik hem 2-3 kilometer verderop bij de reddingsbrigade ergens op kon halen. Ja. Dat was in 10 minuten tijd. Ja, of een business boat. Gewoon kwijt, gewoon weg. Ja, ik heb het ook gehad in Scheveningen. Gewoon met mijn maatje op een katamaran. En die gaat in 20 knopen varen. En 20 knopen is op zich niet zoveel. Winkel 4 tegen 5 aan, prima. Maar de golven waren best hoog. En we waren aan het trainen en bij een manoeuvre, een grijpmanoeuvre, viel hij overboord. Hij kon niet vasthouden, dus hij viel in het water. Ik heb hem, hij is door een vissersboot gered. Ik heb hem niet zo gevonden. Jee. En hij heeft zijn hesje heeft hij uitgedaan, want het was een felle kleur. Ja. Dat heeft hij omhoog gehouden. Ja. En hij heeft een flare afgestoken. Die had hij toevallig aan zijn zwemvest zitten. Ja. En, gezien, hè? Nee. Zo niet bizar, gezien. De kracht van de oceaan. Ja. En dan jullie ronde Kaap de Goede Hoop. Ook. En in die etappe is het Kaap Hoorn. Kaap Hoorn is dat. Ja, dus natuurlijk. De eerste zuidelijke is bij Afrika. Dat is bij Afrika. Ja. Dat is Kaapstad. Die hebben jullie ook gehad. Ja, hebben we ook gehad. Kaap Hoorn. Dat is inderdaad Zuid-Amerika. Moet ik het allemaal goed zeggen, voordat ik even in de war raak. jullie hebben het overleefd. Sterker nog, volgens mij deden jullie het best goed. Jullie waren gemiddeld heel goed over de hele Volvo Ocean Race. En hoe kom je dan aan in Brazilië, het land wat jij heel goed kent natuurlijk, met na zo'n race, na de zwaarste leg, met wat er gebeurd is, met een John Fisher. Hoe kom jij daaraan als jijzelf en jullie als team? Ja, het is natuurlijk dat moment in de Zuidelijke Oceaan, toen John Fisher overboord ging, dan ben je in shock en dan vraag je af van, gaan we nu verder zeilen? Moeten wij nu stoppen? Ja. Wij wisten het ook allemaal even niet meer. Het is natuurlijk heel onverwachts ook. Dus wij
hebben ja, een paar dagen toch... We zijn blijven racen, want je moet wel. Want je moet daar weg. Je kunt daar niet blijven. We moeten een stuk land op gaan zoeken. Door. De race gaat door. En dus ja, de eerste paar dagen, iedereen is behoorlijk van slag. Mm. Dan ben je ook, merk je ook aan elkaar, je bent een stuk voorzichtiger. Nou, toen zijn we door. Dan na 3 dagen, 4 dagen, dan ja, kom je er toch weer een beetje in je spel, in je routine. En ja, Kaap Hoorn was dit keer, ik zeg altijd maar, ja, ik ben 3 keer rond Kaap Hoorn geweest. Het is maar een rots. Maar het heeft wel iets. Het heeft iets. Dan doe je het toch in de zee, magisch. In de zeezeilwereld. Als je Kaap Hoorn gerond hebt. En waarom? Dat is omdat je die verschrikkelijke Zuidelijke Oceaan achter je hebt gelaten. Ja. Je gaat naar het noorden varen. Je gaat de hoek om in feite. En je gaat de Atlantische Oceaan weer in. En die Zuidelijke Oceaan, die laat je achter. En dat is de overwinning. Dat je met elkaar heel huid daar bent aangekomen. Ja. En dat je verder kunt varen. En dus dat was de eerste fase, zeg maar. Mm-hmm. Maar ja, toen hadden wij Team Brunel voor ons. Ja. En ja, wij... Die leg wonnen. Precies. En dan heb je 7500 mijl gevaren. Ja. En dan finish je op 14 minuten van Team Brunel. Ik wou net zeggen, neem ons even mee in die laatste leg. Daar moeten we het echt over hebben. Ik was in Den Haag en het was ongemeen spannend. Ik kom niet van het zeilen, ik kom van de zandgronden. Ik was het enige jochie dat zo'n beetje schaatste in Holte. Ik woon nu dichter bij de zee, vandaar het kitesurf af en toe. Maar ik vind die Volvo Ocean Race zo fascinerend. Dat vind ik. Ik heb zoveel respect voor wat jullie doen. En welke ontberingen jullie jezelf inbrengen. En hoe je met een team samenwerkt. Hoe je dat doet in de meest bizarre omstandigheden. Zonder slaap. En 9 maanden lang, bijna 2 keer de wereld rond. In kilometers. En dan kom je, dan bevecht je elkaar. Want het gaat, jullie zijn allemaal fanatiekelingen. Nou ja, jij zelf ook. Bouwerbekking ook. Alle zeilers. Iedereen wil die race winnen. Dat is waar het om gaat. Dan is het zo spannend dat de 3 boten, Mapfre, Team Brunel en jullie van Dongfeng, in Gothenburg zijn. En jullie gaan naar Den Haag voor de laatste leg, de finale. En degene die wint, die wint gewoon de Volvo Ocean Race, toch? Zo was het. Ja, zo was het. Maar het is ook nog nooit gebeurd dat het zo spannend was. Dat er dus 3 boten op gelijk aantal punten stonden voor die laatste etappe. Een etappe van 3 dagen, van 800 mijl naar Den Haag toe. En het frappante was dat wij stonden op gelijk aantal punten met Mapfre en Brunel. Mapfre en Brunel hadden elk 3 etappes gewonnen. Ja. En wij werden gezien als de meest constante boot in de vloot. Want wij stonden gelijk met hun, maar hadden eigenlijk nog nooit een etappe gewonnen. Nee, dat is een leuke prijs. Gefeliciteerd, jullie hebben niks gewonnen, maar jullie zijn de meest constante. Precies. Hartstikke leuk. Het voordeel van de meest constante boot te zijn, is dat er zijn een aantal bonuspunten te verkrijgen. En wij hadden dus op dat moment op zak de bonuspunt voor het snelst gezeild rond de wereld. Dus de kortste tijd. Dus dan tellen ze de tijd, de finishtijd van alle etappes bij elkaar op. Ja. En wij, beetje zoals een Tour de France gemeten wordt voor wielrenners. Ja, en Brunel stond 2e op 19 uur. Dus wij konden op die laatste etappe nog 19 uur verliezen. En dan zouden die bonuspunt van ons zijn. Ja. En die was heel belangrijk, want die hadden we wel nodig, omdat het dus zo spannend was. Mm-hmm. Maar ja, die laatste etappe, dat gaat gewoon de geschiedenisboeken in. Ja. Het was dus niet alleen om het puntenaantal, maar het was een hele gecompliceerde etappe. Ja, jullie maakten een hele belangrijke keuze ergens rond Denemarken. Neem ons even mee hoe jullie daarin gingen, welke keuze het was en waarom die doorslaggevend was en hoe die ook tot stand kwam. Ja, nou, het was heel goed ingestudeerd. We hebben het brein erachter, zeg ik altijd. Dat is Marcel van Triest. Dat was de enige andere Nederlander in de Dongfeng ploeg. Want om jullie mee te nemen, jullie zaten met eigenlijk 3 boten. Team Brunel en Mapfre, die kozen een andere route dan jullie kozen. En jullie lagen voor op dat moment? Ja, wij moesten eigenlijk als eerste beslissen. Ja. Nou, Mapfre en wij moesten als eerste jullie beslissen. Jullie kwamen eigenlijk rond de kust van Denemarken. Precies, moesten jullie een keuze maken. Wat was die keuze? Ja, het is als het ware alsof je voor een ijsplitting staat in de auto. En je kan links of je kan rechts. En links is langs de kust, langs de Wadden. En rechts is de zee in. Ja. En wij wisten dat wat wij dan ook zouden kiezen, dat waarschijnlijk onze tegenstanders het tegenovergestelde zouden doen. En je moet je voorstellen, er zit dus tussen links en rechts, daar zit dus iets tussen. En dat noemen wij exclusion zones. Dat zijn windmolenparken, zandbanken. Wij mochten daar in ieder geval niet komen.
Dus als jij voor die ijssplitsing staat, dan is dat een beslissing die je neemt. En dan is die beslissing genomen en daar zit je aan vast. Je kunt niet meer overkruisen naar je je verlies pakken, zeg maar. En oversteken naar de andere toe. Als je kiest, is het all the way. Precies, het is alles of niks. En wij hadden dat heel goed van tevoren ingestudeerd. En Marcel van Triest die zei tegen ons, je gaat langs de kust wel 7 mijl langer dan de zeeroute. Marcel van Triest is... Onze walnavigator, ja, dus die bereidt de etappe voor met onze navigator. En ja, die gaat van tevoren al... Mm-hmm. Kijk, een etappe van 20 dagen kun je niet voorbereiden. Want het weer kun je pas voorspellen. Ja. Ja, 5 dagen in de leg kun je dat voorspellen. Maar niet veel langer. Maar goed, dit was maar een etappe van 3 dagen. Dus we hadden heel goed kozen voor de langere route. Wij kozen voor de langere route. Waarom? Omdat dat... de snellere route zou zijn als dus het weer zou kloppen. En Marcel zei ook van in het begin ga je verliezen. En pas als je rond Texel bij Den Helder komt, daar gaat pas je winst komen. Dus je moet heel veel geduld hebben. Want wij krijgen om de 6 uur krijgen we een positierapport. Jullie konden alles live volgen. Konden alles zien. Ja, ja. Wij krijgen maar om de 6 uur een positierapport. Ik dacht dat is kansloos. Ja. Dus wij kozen voor die kustroute. En wij op de zondagochtend, heel vroeg in de ochtend, kregen wij dus een positierapport. En we lagen 90 mijl van de finish. En wij lagen 50 mijl achter de gasten in zee. Holy shit. En ja, want ja, dit, ik weet nog, Team Brunel, zij ging over zee met volle vaart. En je zag ze zo gaan. Ze waren al bijna in Den Haag. Kon je zien op die tracker wat wij konden zien. Maar wij zagen jullie zo ploeteren langs die Deense kust, langs de Waddeneilanden. Ik dacht, hè? Ja, kan nou, dat sneller zijn? Ja, dus iedereen had ons ook afgeschreven toen. Ja. En, maar wij bleven erin geloven. Want wij, ja, die woorden van Marcel van Triest, die komen dan steeds terug. En dan hoor je winst gaat pas komen als je bij Den Helder komt. Dan ga je in een rechte lijn naar de finish varen. Dan komen ze in zee, minder wind. Want er was een groot hoge drukgebied boven Engeland. Dus zij werden een beetje opgeslokt door dat hoge drukgebied. En wij voerden gewoon lekker dicht langs het kantje. Konden zwaaien naar alle mensen op Vlieland. Die hebben ook allemaal foto's gemaakt. Ja, dat zag ik, ja. Ja. En we hadden hele constante wind. En wij konden met een rechte lijn, in een rechte lijn naar de finish varen. En die anderen moesten, die voerden in het begin wel sneller. Maar die moesten dus nog vanuit zee naar de kust komen varen. Ja, daar lag een boei waar ze ook nog omheen moesten. Toch bij Katwijk ergens. Ja, nou, ja, precies. Maar op een gegeven moment, we hadden dat heel vroeg in de ochtend, dat positierapport gehad. En het volgende zou komen om 1 uur 's middags, UTC, dus dat is 3 uur lokale tijd. Dan pas zouden wij informatie krijgen. We hadden alle etappes gevaren waarbij je aan dek komt en je ziet boten om je heen. Maar vanwege die exclusion zone, we zagen de andere boten niet. We lagen daar. Jullie gaan helemaal alleen. En helemaal het enige alleen. Wat je kon doen was vertrouwen op je team. En op een gegeven moment komt dus... de schipper boven, toen is dat positierapport doorgekomen. En dan pas krijg je een beetje informatie van waar liggen die anderen. En toen kwam die aan dek, Charles, en die zei... wij gaan op 2 mijl deze race verliezen. En ja, dan zak je gewoon door de boot heen. Maar je blijft geloven in dat verhaal van Marcel van Triest. 2 mijl op 45.000 mijl na 9 maanden. Dat is natuurlijk helemaal niks. Dus je gaat niet opgeven. Dus ja, die 2 mijl, dat kunnen wij nog wel veranderen. We moeten gewoon hard door blijven varen. En toen verdween Charles weer beneden deks. En wat had hij toen gedaan? Toen ging die routing, die wordt uitgerekend op basis van grip files. Dat zijn dus de weerberichten. Van het softwareprogramma wat wij gebruiken, is voor alle boten hetzelfde. En dan krijg je die weerberichten door. Dus die route die wordt bepaald aan de hand van die weerberichten. Nou, wij hadden iets meer wind dan het weerbericht aangaf. En in zee hadden ze iets minder wind en een minder gunstige windrichting. Waardoor ze dus nog moesten grijpen, manoeuvreren naar de finish toe. En dus niet in een rechte lijn konden varen. Nou, en aan de hand van de wind en richting die wij op het moment hadden. Ervan uitgaande dat we dat zouden houden tot aan de finish. Want dat weet je natuurlijk ook nooit. En hetzelfde voor degene in zee. Aan de hand van die informatie heeft hij het weer opnieuw uitgerekend. En toen kwam hij na een kwartier aan dek en toen zei hij, wij gaan op 1 mijl deze race winnen. En toen dachten wij allemaal van ja, dit is echt too close to call. Dus we zijn gewoon heel hard blijven concentreren en focussen ieder op zijn plek. En
toen kwam op een gegeven moment de helikopter boven vliegen. En die bleef heel lang hangen. Met de camera's. Allemaal bootjes volgen. Ja. Al vanaf IJmuiden en eerder al. En dan denk je van ja, is dit nou goed nieuws? Is dit nou slecht nieuws? En al die mensen op die bootjes, die zie je op hun iPhone, op zij de tracker hebben, zitten te kijken. Zij hebben gewoon meer informatie dan jullie op dat moment meer, eigenlijk. Maar ook zij, omdat het zo close was het zelfs op de live tracker, kon je het niet uitrekenen. Nee, klopt. Volgens mij zag je de knopen iets toenemen nog bij jullie in snelheid. Toen jullie langs de kust... Wij gingen 18 knopen varen op een gegeven moment een hele stuk langs de kust. 16 tot 18 knopen. En in zee voeren ze 11, 13 knopen. Dus toen ging het gewoon heel hard bij ons. Ja. Haalden we heel snel mijlen in, als het ware. En toen op een gegeven moment die helikopter, die gaf het eigenlijk weg. Die, in plaats van terug naar de kant, vloog die helikopter de zee in. En toen wisten wij, ja, die gaat naar die andere twee boten toe. En dan wisten wij de richting. Dan hebben we de verrekijker erbij gehaald. Dan konden we nog steeds niks zien. En toen op een gegeven moment zagen we dus drie bootjes op de horizon. En dat was dus Axo, want die lag er ook bij. Ja. En Brunel en Mapfre. En die zaten met z'n drie in zee. En die zagen wij. En aan de hand van de hoek dat zij varen ten opzichte van ons, konden wij... Uitrekenen? Nou, het moet wel echt iets heel extreems gebeuren. Willen we het nu niet halen? Oh, wat vet dit. Jullie hebben gewoon je hebt de helikopter gevolgd om te kijken waar die heen ging naar de boten. Zodat je wist, daar liggen die boten. Kon je de hoek bepalen waardoor ze... Ja, bij 10 mijl voor de finish hadden we een beetje pas bij 10 mijl. Ja. En als die etappe nou niet zo gecompliceerd was geweest, dan weet je het wel. Want dan lig je bij elkaar of lig je dichter bij elkaar. Je kan het zien en de ene ligt voor en de andere ligt achter. Nee, maar jullie kozen een totaal andere route. Ja. Jullie wisten het gewoon echt niet. Nee, wij wisten het echt. Die 10 mijl voor de finish, dan weet je waar ze liggen ongeveer. Door de verrekijker kan je dat zien. En dan geef je elkaar wel een beetje een elleboogstoot. Zo van, en een knipoog. Want je weet dat ze ook nog om die boei heen moesten daarvoor. Vieren ga je niet, want er zijn wel echte dingen gebeurd. De mast kan eraf vallen. Je kan over een plastic zak varen tegenwoordig. Dus maar goed, dat zegt er wel goed uit. Maar toen zag ik jullie al aankomen vanaf het strand. Ja, klopt. Dat kon je gewoon zien. Ja, we hebben gewoon, ik zei nog tegen Charles van knal niet tegen de pier van Scheveningen op. Dat zou lullig zijn. Zo dicht hebben wij gewoon langs de kust van Nederland gevaren. De hele weg van Texel, van Den Helder naar de finish toe. Zaten we gewoon lekker dicht onder het kantje. Waarom vaar je zo dicht mogelijk langs de kust dan? Is dat, omdat is dat we toen de minste, zee, of? Minste stroming tegen hadden. Ah. Ja. Dus, en dat was ook nog... Wij moesten langs een boei in Denemarken. Ja. Dan moesten we om Denemarken heen en dan naar Nederland. Maar ze willen dat we natuurlijk in Den Haag aankomen. Je kunt natuurlijk zeilen, je kunt dat niet plannen. Je bent van weer afhankelijk. Dus je kunt niet zeggen, ik kom zo laat aan. Maar ze wilden ons natuurlijk wel op een mooi tijdstip in Scheveningen aankomen. Ja. Niet midden in de nacht, niet vroeg in de ochtend. Want dan is er nog niemand. Dan midden op de dag, als iedereen er is. En dus dat hebben ze ook een beetje ingepland. Dus op een gegeven moment hebben ze nog een waypoint, een denkbeeldige boei, een beetje halverwege Noorwegen, waar helemaal geen wind was. Waar we nog even omheen moesten om toch... Ja. En daardoor, omdat we dus... waren we om 10:00 ochtends aangekomen. Ja. Dan hadden we de stroming heel anders gestaan. Ja, joh. Maar nu hadden wij dus die 6 uur die we nog hebben moeten varen langer. Want we kwamen... Dat was ook weer van invloed op die beslissing. Zeker. De stroming, wat 6 uur later met appvloed. En dan hebben ze in zee veel meer stroming tegen dan wij aan de kust. Ja, je geeft en een mooi voorbeeld. En de windrichting en de windkracht, alles gewoon, Dus dat is eigenlijk wat zeilen steeds is, wat het zo fascinerend maakt. Het constant weer andere beslissingen. Het kan weer helemaal om moeten binnen een tijdsbestek van een uur, van een minuut soms. Ja, absoluut. Het kan, het zijn natuurlijk anticiperen waar ik het net over had. Omdat het natuurlijk gaat over een langere periode. Ja. Maar als je aan dek bent op het moment zelf, als de omstandigheden veranderen, dan moet je daarop reageren. Je bent constant, je bent constant bezig. Om de trim, de stand van je zeilen, het sturen aan te passen op die veranderende omstandigheden. En dan kom je Scheveningen, dan zie je een heel strand vol mensen. Je ziet de plek waar jij een appartement hebt, waar je woont. Zo hier en daar, als je niet in het buitenland bent. Ja. Wat doet dat met je als je daar over de finish komt? Eerste vrouwelijke winnares van de Volvo Ocean Race thuis.
Ja, het is onbeschrijfelijk. Ik had echt ik had het gevoel, ik ben drie keer naar de Olympische Spelen geweest. Ik heb nooit goud gewonnen, maar dat was voor mij goud winnen. Dat is echt onvoorstelbaar wat daar gebeurde. En ik wist dat er in Nederland was code geel uitgeroepen, want Brunel zou en moest winnen. Mm-hmm. En dus het waren allemaal eigenlijk kleine overwinningen voor mij bij elkaar, weet je. Het feit dat je dat als team doet, dat het zo'n spannende finish was. Het feit dat ik thuis finish in Nederland voor de deur. Toch een beetje ook Brunel verslagen, weet je. Heel Nederland wilde dat Brunel zou winnen, de blauwe bekking. Die is 8 keer de wereld rond geweest. Die zou toch nog echt een keer moeten winnen. Ja. Nou ja, door ons moet hij nu een 9e keer de wereld rond. Want hij heeft hem nog steeds niet. Ja. Dus ja, dat soort dingen spelen natuurlijk allemaal mee. En, je wil gewoon winnen. Ja, en zeker omdat het zo spannend was, weet je. Maar ik durf wel echt te zeggen ook dat hadden wij nu niet gewonnen en waren we derde geworden. Mm-hmm. Ik had niet bij een ander team willen zitten. Mm. En dat is bij mij wel... Dat de Volvo Ocean Race is zo. Ja. Alles draait om je team. Je team is gewoon je familie. Ja. Je ziet ze meer dan dat je je eigen familie ziet. En wij hebben altijd gezegd om het motto, en het klinkt heel erg cliché, maar ja, als dat niet geldt, dan ga je het ook niet volhouden met elkaar, is have fun. Je moet het wel naar je zin hebben. Je hebt echt een speciale band als zeilers onder elkaar. Daar. Een hele speciale band die je niet kunt uitleggen aan anderen. En we hebben altijd gezegd van ja, we moeten plezier hebben. En we hebben ook heel erg veel plezier gehad. Andere teams keken ook naar ons team van ja, die Dongfingers, die hebben het wel naar hun zin met elkaar. En daardoor zeilden we ook goed, omdat we het naar ons zin hadden. Maar op een gegeven moment zeiden we, en dat kun je ook alleen maar tegen elkaar zeggen, omdat je alles met elkaar hebt doorgemaakt, die laatste etappe. Ja, meest constante boot. Ja, leuk. Zeg je zelf. Maar er moet wel een tandje bij. Willen we winnen? We moeten iets... We moeten alles nu. We hebben altijd alles gegeven. Maar er moet gewoon een tandje bij komen. Anders ga je die overwinning niet halen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, nou, al moeten we die laatste etappe elkaar afmaken. We hebben dat in de ochtendbriefing gedaan voor de start. Al moeten we elkaar afmaken, maar we staan aan het einde wel met die zilveren Volvo Ocean Race beker in onze handen. Dan doen we dat. Ja. Dan dat je derde wordt en elkaar schouder. Gezellig. Oh, wat leuk. Ja. Ik zeg het ook altijd met teams van, je hoeft geen vrienden van elkaar te zijn altijd. Je moet het leuk hebben, maar je moet gewoon willen. Maar dat konden wij alleen maar tegen elkaar zeggen, omdat wij zo alles met elkaar hadden doorgemaakt. En ja, daardoor, ik denk dat heeft geholpen om... We stonden natuurlijk enorm onder druk. Ja. En dat heeft geholpen. Hm. Dat we daardoor gewoon die druk beter konden handelen. En dan kom je van boord daar. Je viert het met je team. Maar wat me ook heel erg... Ja, ook wel lastig lijkt voor jou, is je hebt een zoontje. Die was daar volgens mij toch? Ja, die omhelst je meteen. Ja, die is de wereld mee rond geweest. Ja. Die heeft dus per vliegtuig dan, met een hele goede vriendin van mij, die tweede mama was voor hem in feite. En, maar hoe is dat voor jou? Het lijkt me heftig. Hoe oud is hij? Het is heel heftig. Hij is 7 jaar oud, Kyle. En het is een tweede Volvo Ocean Race. Want ik had 3 jaar geleden met team SCA. Toen was hij 3 jaar oud. En nu is het natuurlijk, hij is ouder. Hij begrijpt veel meer. Hij moest naar school. Dus hij zit ook in een andere fase van zijn leven. Dus ik denk dat als er een obstakel van mij is voor zo'n Volvo Ocean Race, dan is dat zeker je familie achterlaten. Ja. En zeker dat kleine mannetje. Maar je moet het gewoon voor jezelf goed... je moet het goed organiseren. Je moet het goed plannen. En hoe doe je dat dan? Dus, door dus inderdaad iemand te vinden die voor hem kan zorgen. En die hem de liefde en de zorg kan geven die hij nodig heeft. En waardoor ik dus zonder rugzak, zonder bagage die boot op kan stappen, de trossen los kan gooien en kan wegvaren. Want als ik dat niet kan doen, dan kan ik mij niet concentreren, kan ik me niet focussen op wat van mij verwacht wordt op die boot. Ja. En omdat je het goed geregeld hebt en omdat je dat weet, het was heel vaak de eerste paar. En omdat je weet dat hij op de kade staat elke keer als die boot weer aankomt ergens op de wereld, staat er zo'n mannetje naar je te zwaaien en keihard naar je te roepen. Ja, dan ga je harder doorvaren als je dat weet. Ja, toch. Dat weet ik zeker. En het mooie is ook, het is voor je herstel tijdens die stopovers.
Je stapt in het wereldje van een 7-jarig jongetje. Het is heel simpel. Ja. En je stapt in zijn wereld en je vergeet alles. Je vergeet de Volvo Ocean Race, je vergeet boten, je vergeet je team, je vergeet alles. En je stapt in zijn wereld en alles is zo makkelijk en is zo simpel. En het mannetje gaat om 7:30 naar bed. Nou, lekker ook. Maar we gaan samen slapen. Ik ga ook naar bed. Ja. En dat is super. En dat doe je 5 dagen lang. Meer krijg je niet. Dan moet je weer aan de bak. Maar het is zo heerlijk herstellen. Als dat je dat nu kunt meemaken. Nu na de race, 2 maanden na de Volvo Ocean Race zijn we nu. Hoe is dat? Is het nu samen zijn en herstellen? Ja, hij heeft de eerste maand. Al ging ik naar het toilet. Dan volgde hij me naar het toilet. Ja. Weet je, hij liet je niet meer los. Ja. Hij had ondersgoed door van de Volvo Ocean Race is voorbij. En ja, ik ben toen een week, 10 dagen na de race, ben ik naar de John Fisher Memorial geweest in Engeland. En ja, toen ging ik weer weg. En ik liet Karel achter en zei, maar mama, de Volvo Ocean Race is toch voorbij. Je gaat toch niet meer weg, zei hij. En ja, hij had gelijk, weet je. Maar het goed, als je, kijk, hij is 7 jaar oud en hij wist ook wie John Fisher was. Dus als je dat dan aan hem uitlegt, dan ja, ook al is hij maar 7, hij begreep het wel. Maar ja, dat is mooi. Nu is het leuk. Weet je, de normale dingen doen van het leven. Naar school wegbrengen. En dan op maandag is het zwemmen. En op dinsdag is het tennis. Ja. En op woensdag is het voetbal. En waar gaat hij naar school? Hij gaat in Australië naar school. Jij woont samen met ook een oud-zeiler. Ja, ook een Olympisch zeiler. 2 zilveren medailles. We hebben tegen elkaar gevaren op de Olympische Spelen in de open discipline. Ik zou bijna zeggen, dat moet bijna wel, want anders begrijp je ook mekaars leven bijna niet. Ja, ik zeg altijd, het hoeft geen zeiler te zijn, maar het moet wel een topsporter zijn, denk ik. Ik weet niet, die moeilijke keuzes, denk ik, kan begrijpen, toch? Wat jij doet is heftig. Heel veel mensen zouden kunnen zeggen, ja, hoe kan je dat doen als moeder, niet voor het kind, maar voor jezelf alleen al, dat je zo ver weg moet zijn of dat je moet je zoveel ontzeggen. En ik denk dat heel veel mensen niet begrijpen dat als je aan topsport doet, dat je niet een compromis ergens in sluiten. Je moet ergens vol voor gaan. Ja. Je kan niet zeggen van ik doe het even bij of dat, dan is het niet. Het is aan of uit. Er is geen middenweg. Nee, er is geen middenweg. Dat is het. En eigenlijk Darren, mijn partner, die zegt, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk dat jij die Volvo Ocean Race doet. Ja. Maar dan zegt hij wel, als jij over de Volvo Ocean Race praat, dan gaan jouw ogen anders staan. Dan gaan ze stralen, dan gaan ze schitteren. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Ja. Want als jij daar blij van wordt, dan worden wij daar ook blij van. Wij willen jou blij zien. En ja, er zijn allerlei praktische problemen. Er zijn heel veel verantwoordelijkheden. Ja. Het is natuurlijk een vrij extreme race. En ja, daar moet je het dan met elkaar over hebben. Maar Darren is wat dat betreft heel simpel. En die zegt van, die praktische problemen, dat lossen we wel op. Ja. We gaan niet een probleem maken eerst, waar er nog geen probleem eerst is. Eerst om wat je echt wil. Ja, en daar wordt hij dan ook gelukkig van. Dus hij was eigenlijk degene. Ik heb natuurlijk heel hard moeten nadenken. Ja. Nu met Dongfeng, van ga ik nog een keer? Ik heb een zoontje die 7 wordt. En ze hebben je steeds meer nodig. Steeds. Ja, ik wou net zeggen. Wat vertel je aan je zoontje, misschien nu nog niet, als hij wat ouder is, over de lessen die jij hebt geleerd uit dit leven? Wat kan je hem meegeven daaruit? Ja, ik heb inderdaad dat je droom achterna moet gaan. En dat niets onmogelijk is. Dat is denk ik wat ik... En dat je plezier moet hebben in wat je doet. Ons zoontje bijvoorbeeld, zeilen. Nee, zeilen is stom. En waarom is het stom? Omdat mama en papa weg zijn. Ja. Het is werk. Ja. Dus als er wordt gezeild, dan zijn ze niet thuis. Dus zeilen is stom. Ja, kunnen we hem niet kwalijk nemen. Dus wat wij het mooie vinden aan zeilen, dat moet hij nog ondervinden. Maar als hij het niet gaat doen, dan gaat hij het niet doen. Dan gaat hij toch lekker voetballen. Ja, ik heb niks met voetbal. Maar als hij dat wil, als hij maar gelukkig is in wat hij doet. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt het allerbelangrijkste is. Is dat hij blij is met hetgene wat hij doet. En hij heeft wel een moeder die ziet. Hij heeft wel een voorbeeld in een moeder. En natuurlijk ook een vader. Hij ziet wat er voor nodig is om ergens voor te gaan. Je hebt mensen die ergens voor gaan. Ja, we hebben hem in het begin wel een beetje te veel gepusht. We zijn natuurlijk enorm competitief, Darren en ik. En ja, dat zit nou helemaal in je. Ja. En als je dan... Mijn kinderen hebben totaal geen last van. Je is 2 en dan ben je te laat vertrokken. Moet je ergens naartoe. Ja. En dan, kom, we maken er een wedstrijd van. Kyle, jij maakt een lijn. Jij telt af en dan gaan we rennen. Ja, je komt er toch weer sneller dan, weet je. En dat hebben we met ons zoontje heel veel in het begin gedaan. En op een gegeven moment zeiden wij van,
moeten we mee stoppen? En, want hij ging zwemmen. Nou ja, en zwemmen vond hij niet leuk, maar dat moest hij van ons. Zeker als zeilers. Hè? Ja. Overal altijd op een kade, bij het water. Zeilen, dat moest hij. En dan vraagt hij altijd in de auto na afloop van de les, zegt hij, mama, wanneer mag ik stoppen met zwemmen? Dan denk ik, ja, moet daar nou op antwoord op geven? Want in Australië hebben ze niet diploma's A, B, C. Je gaat gewoon zwemmen en je leert als zesjarige de vlinderslag. Idioot, maar oké, ze leren de vlinderslag. En hij vroeg van, ja, wanneer mag ik stoppen? Ja, moet daar nou op zeggen? En dan denk ik, oh, oké, nou, als je de gouden plak hebt gewonnen met zwemmen op de Olympische Spelen. Ik denk, nou, dan moet hij nog even door. Zei ik dan. En hij zei, ik wil niet naar de Olympische Spelen, zegt hij. Ik zei, oh, nou, je wilt niet. Nou, oké, wat wil je dan gaan doen? En toen zei hij, ik wil X-Factor winnen. Ik wil drummer zijn. En ik wil zingen. En toen dacht ik bij mezelf, waar komt dat vandaan? Ik denk, nou, hij heeft in ieder geval een droom en hij heeft een doel. En hij moet er maar voor gaan. Of hij eruit komt, dat weet ik niet. Maar... En jij? Wat is jouw volgende doel? Je volgende droom? Ja, ik ben in ieder geval weer in de kleine bootjes gestapt. Ik ga weer eventjes, ben mijn neus aan het trainen, zeg maar. Er is een klein bootje en tegenwoordig, de technologie staat natuurlijk binnen het zeilen ook niet stil. Dus tegenwoordig vliegen we laag boven het water. Foilen. Bij het kiten doen ze dat ook. Ja, het is helemaal. Dus ik heb een kleine katamaran van 18 voet, het E-Cat, E-klas. En daar zijn we in aan het foilen. Dus, dat is echt vliegen over het water, is dat, hè? Ja, dan ben je echt, dan sta je in de trapeze en dan ga je 27, 28 knopen en dan ben je echt in je bil aan het knijpen. Dus, maar is dat puur om op het water te zijn en te genieten of is dat ook doelmatig echt? We hebben een WK eind november in Australië toevallig, dus het komt allemaal wel mooi uit. Ik was van plan om daar iets meer te zijn, maar ik krijg nogal veel op en neer naar Nederland de laatste tijd, dus... Echt heel veel trainen doe ik niet. Maar ik ga daar wel aan meedoen. En dat is gewoon voor het plezier. Ik vind de ontwikkeling ook wel heel erg leuk. Er gebeurt heel erg veel. Ik heb nu 2 jaar niet op die boot gezeild vanwege de Volvo Ocean Race. En je komt terug en er is al zoveel veranderd. Ze zijn al zoveel verder. En ik vind dat wel. Ik vind het leuk om daarover te leren. Dus, ik hoor het al. Jij stopt voorlopig nooit eigenlijk. Met zeilen. Tot slot, heb jij nog een aantal... Ik ben wel nog benieuwd naar welke... Zijn er bepaalde tactieken die jij toepast? Als het gaat om je voor te bereiden trainingen, meditatie of zulke soort dingen. Zijn er bepaalde dingen die jij toepast? Ja, ik heb wel niet zozeer meditatie, maar ik ben wel heel veel met mijn lichaam bezig in die zin dat ik echt wel het idee heb... Of het nou is voor de Olympische Spelen of voor de Volvo Ocean Race. De Volvo Ocean Race is veel heel anders. Hoe bereid je je lichaam voor op een race die 9 maanden duurt? Ja, dat is, kan dat? Dat is bij, precies, kan dat. Ik heb natuurlijk de ervaring van mijn Olympische campagnes. Dus ik ben bijvoorbeeld voor de Volvo Ocean Race... ben ik 5 kilo aan spiermassa aangekomen... Je moet, ik zal nooit zo sterk en zo zwaar kunnen worden als zo'n jonge Chinees van 25 die 105 kilo weegt en een en al spier is. Dat gaat mij nooit lukken. Dat zal mijn lichaam mij niet toelaten. Maar ik kan wel het sterkst en het meest fit worden wat mijn lichaam mij toelaat om te worden. En ik heb niet enorme aanleg. Ik ben lang en dun. Ik heb geen aanleg om spieren. Maar ik wist wel dat ik met meer spiermassa, meer gewicht, niet alleen sterker zou worden, maar ook meer power kon uitoefenen. En het daardoor ook langer volhouden. Want uiteindelijk gaat het daarom. Het is uithoudingsvermogen. Het is gewoon een uitputtingsslag. Ja, en dus je hebt meer spiermassa, meer je kan, ja, je kan en meer je, hebben. En als ik dan met 70 kilo... En mijn doel was ook met 70 kilo die race beginnen en met 70 kilo die race eindigen. Want dat is het geheim. Kijk, in het begin, iedereen is fit, iedereen is sterk. De eerste 4 etappes, ving in je neus, dat halen we allemaal wel. Maar het is de tweede helft van de race waar de verschillen vallen en waar de sterke teams dus het verschil gaan maken. En want dan vermoeidheidsverschijnselen, de boot, jezelf, lichamelijk. En als je dan bij elke etappe 5 kilo verliest, dat eet je wel weer bij in 2 weken, een klein beetje. Maar dat is natuurlijk niet de goede manier. Nee. Je herstelt dan niet goed. Nee. Dus ik was daar heel erg mee bezig. En daar is je voorbereiding heel belangrijk in. Ik heb nu
met de afgelopen twee Volvo-Oceanways echt het gevoel gehad dat ik, sta ik voor de start van de race en dan staat er zo'n spierbonk naast me van een Chinees en ik denk, ik kan jou aan, dacht ik. En dan was ik met mijn 70 kilo, maar ik was wel het sterkste in het fiets wat mijn lichaam mij zou omdat je weet dat je je optimaal voorbereid hebt, gewoon topsport bedreven, dat je zo fysiek zo goed mogelijk aan de start kan staan. Ja, en dat maakte mij ook mentaal sterk. Ja. Door het gevoel te hebben van, en nu kan ik jou en jou en jou, jullie zijn allemaal wel groter en sterker dan ik, maar ik kan jullie allemaal één voor één. Ja, ik herken dat. Ik ken dat heel erg. Ik heb heel veel trainers die zeggen, het heel makkelijk wordt een excuus gegeven van, het is mentaal. Maar ik zeg altijd, het is lekker. Als mijn benen helemaal naar de kloten zijn op het schaatsen, dan kun je wel zeggen dat is mentaal, maar dat is gewoon ook fysiek. Als ik fysiek weet dat ik goed getraind ben en ik ben goed getraind, fysiek zo goed als ik zijn kan, dan geef je dat ook een moraal. Dan geef je dat ook een hele grote mentale boost. Ja. Misschien wel de grootste mentale boost. Zeker. En de rest heb je al nodig. Of die heb je al. Hè? Jij bent degene die zich aanmeldt voor die Zuidelijke Oceaan etappes. Terwijl iemand anders zegt, ik ga even liever met vakantie, toch? Je hebt dat al in je. Dat moet je al bijna in je hebben. Jij niet alleen. Fysiek is echt waar ik... Ik weet dat ik op mijn lichaam kan terugvallen. Ja. Ik weet dat mijn lichaam mij niet teleur gaat stellen, zeg maar. Als ik maar wel mezelf goed voorbereid. Ja. Ik heb ook in mijn Olympische campagnes en zeker ook in de voorbereiding met de Volvo Ocean Race. Misschien moet ik het afkloppen, maar ik heb nooit echte blessures gehad. Maar ik ben nu ook 45, ik ben de jongste niet meer. Dus ik heb mijn lichaam ook over die hele periode heel goed leren kennen. Ja. Dus ik weet ook waar mijn grenzen liggen. En zo'n jonge meiden bijvoorbeeld in het damesteam vorige keer, konden ze zichzelf nog wel eens overtrainen. Of die konden ze nog wel eens van, als die 65 kilo benchpress doet, kan ik er nog wel 2,5 kilo bij doen. En dan wist ik, dat kan ik niet. De ervaring misschien kan werkt ik dat voor over je. Twee maanden wel, maar niet vandaag. Is dat ook niet een wijze les die uit topsport komt? Vind ik, hoe meer je jezelf test, en dat doe jij in Ultimo, hoe meer je van jezelf leert, hoe makkelijker of fijner het leven misschien ook al wordt. Ja, ik denk dat jij het ook gezegd hebt. Topsport is één grote les. Ja. Het is gewoon een levensles. Ja. En ik ben ook keihard op mijn bek gegaan. Ja. En dan leer je weer opstaan. En dan ga je weer op je bek. Het is gewoon de maximale uitdaging opzoeken. Dat aangaan, daarvan leren. Ja, en dat kan je niet doen zonder ook gewoon keihard te vallen. Ja. Uiteindelijk, je moet ook leren verliezen om meer een stap verder te kunnen komen. Ja. En dat vergeten heel veel mensen. Maar je moet dat hebben meegemaakt om een stapje hoger te komen. Lijkt me een hele mooie boodschap om mee af te sluiten. Dank je, Caroline, voor jouw verhaal. En ontzettend veel respect voor jou, wat je hebt gepresteerd. En ik heb van de race genoten, van jou genoten. Ik hoop dat deze luisteraars die de podcast luisteren daar ook heel veel aan zullen hebben. Bedankt voor je verhaal. Jij ook bedankt, Mark.